Hey, goeiedag. Zijn we weer met een nieuwe video. We hebben het natuurlijk gehad over de Black Lives Matter movement, wat het eigenlijk toch wel een terroristische partij is, gesponsord door democratische Freemasonics. En kijk, wat mij ook een klein beetje zorgen maakt is Black Lives Matters. Waarom Black Lives Matters als grotendeels van de wereld eigenlijk sowieso een kleur of een tint waarin het melaningehalte hoger is dan degene zonder melanin. En ik wil je sowieso niemand mee kwetsen of zo, maar laten we wel gewoon alsjeblieft naar feiten kijken. En ja, soms pijnlijk voor anderen, maar ja, dat is jammer, want het gaat om feiten. En kijk, als we hier gewoon kijken. Hey, ik moet er natuurlijk ook een beetje opletten, want veel dingen, eerste foto's op Google's, die zijn natuurlijk al wel zo gemaakt. Kijk, je ziet sowieso dat melaningehalte bijna gewoon niks met Afrika te maken heeft. Je ziet eigenlijk dat op de Evenaar, dat het gewoon meer te maken heeft met de Evenaar. Hier zie je hoe dichter bij de Evenaar, hoe donkerder. En hier zie je in Amerika, hier de copper colored, zeg maar. En hoe hoger je gaat, hoe lichter het eigenlijk wordt. Ja, dat klopt ook niet helemaal, want ook hier in West-Europa was eigenlijk waren de mensen gewoon deze tint van melanin. In ieder geval dit. En dat ging eigenlijk veel hoger door. En hier komt eigenlijk de albino's komen van hier, maar de meest die zijn gewoon natuurlijk de mensen die de Eurasiatische, de Caucasian mensen, die komen eigenlijk uit dit gebied. En de rest is eigenlijk gewoon vol met melanin. En ja, waarom dan? Waarom zou grotendeels van de wereld het leven uitmaken, terwijl kleine deels van de wereld die term heeft bedacht? Of één persoon dan, maar in ieder geval die. Waarom moet. Waarom moet grotendeels van de wereld. Waar slaat het op? Waar de fuck slaat het op? Dat slaat echt nergens op. Want grotendeels van de wereld is gewoon. Heeft een hoger melaningehalte dan in West-Europa vandaag de dag wordt gezien. En dat nu Black Lives Matter wordt geschreeuwd, slaat nergens op. Dus ik zei nu ook in Jemen natuurlijk al die dark skin. Je ziet hier ook Jemen. Wat vandaag, wat nu ook gaande is, er gaat natuurlijk. Dus de staat Israël gaat verder Palestina kapot maken. En Jemen en zo wordt ook helemaal kapot gemaakt. Maar zoals je hier ziet, dit zijn ook. Hier zit Egypte, donker. En niet dit. En dat. Ja. En daar wilde ik het gewoon even over hebben. Want ja, je ziet het. Je ziet het. Het heeft niks met Afrika te maken. Het heeft gewoon niks met Afrika te maken. Het heeft gewoon te maken met welke plek van de afstand van de Evenaar eerder en de grond dan Afrika. En ja, je hebt gewoon sites zoals dit, waarin Real History, WW, waar gewoon eigenlijk gewoon helemaal wordt uitgelegd hoe je eigenlijk in school bent gepakt met het idee dat alles bedacht is door de Grieken of door de Romeinen en dat die gasten dan allemaal zo eruit zagen, net als dit Caucasian die en dit is dan Jezus bijvoorbeeld. Dat slaat gewoon helemaal nergens op, want dat is die gast gewoon niet. Hey, bijvoorbeeld dit Black Britain. Ancient Americans cultural and racial affinities with Africa. Bijvoorbeeld, ik klik hierop. Ga je gewoon hier naartoe. En who were the first Americans? En dan kom je hier gewoon, boom. Kom je gewoon op dark. Kijk, hier zijn Africans. Dit zijn Africans, Indians. En dit zijn albino's. Hindu, Chinese, Thailand. Allemaal dark. Fiji, Hawaii, Tonga, Samoa, dark skin, Americans. Dit is de eerste American die gevonden is. En dat zo ga je op elk land ga je zien dat
dat de hoger melanin-gehalte de oudste mensen zijn. En dat is ook hier in West-Europa zo. Zelfs de Willem van Oranje had natuurlijk gewoon een tintje, want die hadden daar gewoon zieke incest met die. Je weet toch hoe dat gaat? En dan ook hier de eerste mens, gewoon als homo sapien, is jou geleerd dat dat ook gewoon de wilde gast was. Maar dit is gewoon een, je ziet het. En hier wordt gewoon allemaal uitgelegd. Je moet zelf maar even naar die site toe gaan. Ik ga hem zo met, hij staat ook onderin. Je moet maar zelf naar die site toe gaan. En dan zie je gewoon, dan lees je. Kan je het gewoon allemaal stap voor stap lezen. Rustig aan, op jouw tijd en tempo. Wordt gewoon uitgelegd dat de eerste mensen gewoon, en vandaag de dag, de meeste mensen gewoon een tint en kleur hebben. Weet je, en dat, waarom zou je dan Black Lives Matter schreeuwen als grotendeels van de wereld zogenaamd black is? Dat slaat 3 keer nergens op. Misschien 25 keer. Central Asia. Dit Caucasian en zo. Dit is waar dus gewoon de origine of de Caucasian is. En dat is gewoon een klein gebied. En dat is een klein beetje uitgespreid natuurlijk. Gemixt, bla bla bla. Je weet hoe dat gaat. Maar ja, kleine deels van de wereld die is gewoon eigenlijk jouw brein aan het opfokken alsof jij in de minderheid bent, terwijl dat nergens op slaat. En ga je hier, je hebt gewoon de Americans, zie je gewoon allemaal Black Indians in Barbados, Black United States Indians, Black New York Troops, Buffalo Soldiers, Black Cowboys, Roosevelt, Black Inventors, The War on Drugs in Black and White. Zie je allemaal. Deze vind ik een van de mooiste. We got these niggas believing they are Africans. Now we control their land and all livelihood. Dump as niggas, LMAO. Changing their identity was the best thing we have ever done. Charles Darwin was a genius. They think Negroes only exist in one continent. Lol. They actually let us educate their children, LMAO. Kijk dan wat voor groepje dit is. Maar we found this cartoon on the Google Plus blog of someone calling himself Johnny Aborigine. They say that a picture is worth 1,000 words, so we need say nothing more. Not totally accurate, but a step forward in awareness. Of course, there was and is Black Paleo-Americans, Black Europeans, and Africans, Black Europe. Hier wordt gewoon helemaal uitgelegd dat dus hier in Europa gewoon in de Dark Ages. Waarom denk je dat de Dark Ages heet? Is niet voor niks. Dark Ages is omdat the Dark people ruled there. They hadden hier de macht. Stuart met de Swarty en King James en John en al die andere gasten. Ik ken die namen niet natuurlijk, maar dat dark skin. Maar dat wordt natuurlijk jou niet laten zien en wordt niet geleerd in de les. Zelfs Beethoven. Beethoven was een fucking Afrikaan. Maar dat wordt jou niet geleerd. En daarom schreeuw je Black Lives Matters. Terwijl alles wat vandaag de dag invent is, komt van iemand met een tintje, overgenomen met iemand zonder tint. Gewoon gedeeld, geshared of we brothers zijn, tuurlijk. Maar nu lijkt het alsof wij gewoon uit of de een of andere grot zijn gekomen. Wij zijn geëducated in een Western society, civilization. En ja, je ziet hoe dat gaat. Opeens schreeuwen Black Lives Matter. Terwijl wij hier alles in principe hebben opgebouwd. We hebben alle oorlogen gevochten die afgelopen 100 jaar zijn geweest. We hebben alles gefixt hier. We hebben alles hier opgebouwd. Alles in de museums hebben volgestopt. Weet je. En ja, en dan schreeuwen Black Lives Matter met alle goede intenties. Kijk. Medieval, secular and life of Christ manuscripts. Zie je hier? Invading. Maar wat zijn ze hier? Dit ziet er toch niet uit als
als fucking bosnegers die dom aan het jagen zijn. Ze hebben hier gewoon een kasteel en ze worden inveed. Ze worden gewoon aangevallen door een kruis. Weet je wel, gewoon de Christ. Kijk hier dan. Zie hier, dit ziet er niet uit, hier ook een kruis. Maar dat is gewoon in Europa, weet je. Niet elke donkere persoon is dezelfde donkere persoon. Want in Amerika, natuurlijk een paar hadden een idee, maar de meeste mensen hadden gewoon geen idee totdat. Hadden geen idee wat hier gaande was totdat. 1492, Dam Diversus, 1528. Wanneer opeens 1000 jaar op de jaartelling wordt geplakt, zodat ze tijd hebben om in de 16e eeuw heel je mind op te fokken. Je hebt geen idee wat in de Dark Ages is gebeurd. Je hebt geen idee. 16th century. Je hebt echt geen idee. Renaissance. Hervorming. Verlichting. Inquisition. Al die zieke dingen die jou... Waar je eigenlijk geen fucking idee hebt wat er toen de tijd is gebeurd. En wat voor joden er nou eigenlijk echt zijn omgelegd en weggestuurd. En welke joden er nou echt zijn geconvert. En welke 14-jarigen nou echt zijn geconvert. Weet je, dat, je hebt geen idee. En ja, daarom termen als Black Lives Matter. En I'm black, I'm proud. No justice, no peace. I can't breathe. Weet ik veel fucking negatieve affirmations. Dat bedoel, zeg dan I can't breathe. Justice, peace. Zeg niet destructieve termen zoals niet en no erbij. Dat slaat echt, ja, slaat nergens op. En dit ook, media showt gewoon niet India. Kijk, dit zijn gewoon mensen van India, Australia, Aboriginals, Brazilië. En dit zijn gewoon originele Brazilianen. Vandaag, je kent op de media komen alleen deze gezichten voor. Ethiopië, weet je, dit komt bijna niet geshowt. Filipijnen, Somalië. Er wordt gewoon bijna niet geshowt. Wat de faces zijn van de originele gezichten van dat land zijn. En wij denken gewoon daarom dat alles vooral gewoon, ja, alles is blank en we zijn in de minderheid en we moeten opkomen voor onszelf. Nee, we moeten onszelf teachen. We moeten gewoon weten waar de fuck we vandaan komen. We moeten weten wie we zijn, wie waar is. En we hoeven niet, ja, we moeten ons, wie de fuck zijn zij om ons leven te geven? Nee, die pakken we zelf. We hebben het al die tijd gedaan tot de afgelopen 300 jaar. En wij denken dat we het altijd maar zo hebben gehad. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Hier de Filipijnen. Kijk hoe mooi. Australië. Kijk hoe mooi. En dan even nog dictionary of natuurlijk, om het nog even duidelijk te maken. One of the original or earliest known inhabitants of a country or region. Aboriginal. Dan gaan we natuurlijk ook naar de origin van het woord, wat is het belangrijkste. Back formation for aborigine. From Latin inhabitants of Latium in pre-Roman time, probably representing some tribal name for, but associated in folk etymology with aborigine. Maar wat betekent ab? From the beginning. Abba. En dan origine. En dan gaan we kijken naar indigenous. Born or originating in particular place. Born in a country, native, sprung from the land, as a noun, inborn, born in a place. Dus niet daar, hij is daar geboren, maar niet, komt daar niet origineel vandaan, maar hij is wel daar geboren. Maar alsnog, Aboriginal Indigenous zijn geen emigranten en het zijn alsnog op elk continent zijn ze dat. Dan gaan we naar het Nederlandse. Origine, oorsprong, afkomst van vreemde origine. En
Ook in Europa, West-Europa, zijn de, even kijken, sorry, zijn dus de mensen, originele mensen, zijn gewoon dark-skinned people of light-skinned, maar in ieder geval geen Caucasians. En ja, die zijn dan nu hier, prima, maar ik kan niet zomaar zeggen Black Lives Matters als grotendeels van de wereld black is. De ene is dan misschien donkerder, de andere is dan misschien lichter, de andere is misschien halfbloed, de andere misschien driekwart. Maakt niet uit. Hartstikke prima, maar alsnog grotendeels van de wereld is geen puur Caucasian. Dus dan kan je niet zeggen, kan je gewoon niet zeggen Black Lives Matters, want heel de fucking wereld is gewoon black op een groep. Op een groep na. Op één groep na. Elke wereld, elke persoon is donker op één groep na. En zelfs die groep is al fucking vermixt met al die groepen. Dus echt een puur Caucasian persoon die bestaat. Maar dat is degene die dus die democratische partijen roelt. En dus Black Lives Matter heeft opgezet. En dus gewoon dat ras puur wil houden. En deze mensen die dus allemaal al vermixt zijn. Of nog puur dus original people. Die, daar hebben ze gewoon niks mee. Dus weet gewoon, ook al ben je blank, je bent sowieso vermixt. Je hebt gewoon iets van een origin in jou. En elke en grotendeels van de wereld is gewoon Afrikaans, Amerikaans of original Asian, Australian. En al die blanke mensen zijn wel uiteindelijk in de minderheid. En dat, ja, hoe kan je dan zeggen Black Lives Matter? Dat is gewoon mijn punt. Denk daar gewoon over na. Hoe kan je dat nou oprecht zeggen als eigenlijk al het leven donker is op een klein gedeelte na? Hoe kan je nou, ja, het is gewoon fucking logisch dat dat het leven dan uitmaakt. Het is toch fucking logisch dat het leven uitmaakt. En dat we zijn eigenlijk grotendeels van het leven op aarde. Dus waarom de fuck zou het niet uitmaken? Dat spreekt voor zich. Dat spreekt gewoon voor zich. En als laatste, om nog die, of ene laatste, dit, deze als ene laatste, en als laatste nog even één korte beschrijving. Korte beschrijving. We got these niggas believing they are Africans. Now we control their land and whole livelihood. Dump as niggas. LMAO. Changing their identity was the best thing we have ever done. Charles Darwin was a genius. They think Negroes only exist in one continent. Lol. They actually let us educate their children. LMAO. Nee. Je ziet dit. En dit is gewoon een beetje ingekleurd. Want je hebt ook gewoon, je kunt in deze site gaat gewoon jou laten zien. Dat ook in West-Afrika of Europa. Waar wij hier leven. Nederland. Hè, ook maar Frankrijk, Spanje, Portugal. Duitsland, Rusland, Hongarije, Bulgarije. Noem maar op. Darkskinned. Boom. Ja, aan het doen zijn, joh, fucking zieke. Wat de... Wat? Ja, wat voor... Nou ja, ze zijn echt ziek in hun hoofd hier zo. Echt, Black Euro, oké. Black Knights, Black Currency, oké. Laatste. Since Britain only has one king at a time, if he is not the king, who is he? Yes, the very same albinos who show such care in choosing their own symbols for their currency. Tell us that there are other albinos, day of the most brutal savage and deadly slave colony of all time, Barbados, with Jamaica being second. Chose this man a supposed slave as a symbol of them for their currency? No.
dit is een originele Barbados guy die gewoon koning is daar. Kijk hoe mooi die eruit ziet. Kijk, ziet er toch niet uit als een... Hij is geen waarom zouden ze een fucking Afrikaan afbeelden? Bedoel, dit is gewoon hoe in de Evenaar, dus in Barbados, de koning eruit zag in 1788. Dat is nog geen 300 jaar geleden. Kijk, ze toch allemaal proberen zo te flashen met foto's. Van dit zijn dus, ja, ze proberen eerst te flashen. Maar later komen dus al die originele foto's van dus koningenboom. Die dus gewoon dark-skinned zijn. Dark-skinned. Boom, 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 boom. Oké. Native American of Brazil bij Jean-Baptiste de Bret. 1816. Kort geleden. Maar ja, dit gaat uiteindelijk over Indianen, over Europa. Maar... Ja, ik begrijp waar ik gewoon naartoe wil. Ik kan hier gewoon kapot veel over vinden. En ja, ik kan er gewoon eigenlijk kapot veel over vinden. Het is helemaal niet moeilijk om op te zoeken. Maar ik doe dit gewoon omdat ik het gewoon makkelijker wil maken. En er is bijna gewoon niks te vinden. Russian, Sangerman, Russian, Oekraïne. Kijk dan, het is toch gewoon Europa. Het is toch gewoon in Europa, of ben ik nou gek? En dit heb ik gewoon nooit op school geleerd, nooit in de boek gezien. En dat, ja, daar kan ik wel gewoon kriebels van krijgen. Maar nu weten we het, nu kan je het gewoon opzoeken. Informatie is daar gewoon. Informatie is echt letterlijk zo simpel te vinden vandaag de dag met internet. Internet is de domste fout die er eigenlijk is gemaakt, want zo kunnen we onszelf enlighten. Wakker maken en gewoon al die informatie tot ons nemen, zodat we eigenlijk gewoon beter kunnen zien... En begrijpen dat gewoon dingen zoals Black Lives Matter en al die negatieve termen, je gewoon je, ja, al die affirmaties, ja, die gaan je gewoon in een negative state of mind zetten eigenlijk. En wat eigenlijk chaos creëert. En daar wil ik gewoon eigenlijk nog met deze afsluiten, omdat dit gewoon... American. Er wordt gewoon zo vaak gezegd American dit, American dat. En er wordt gewoon zo'n guy afgebeeld. Terwijl originally applied to the aboriginals or copper-colored races found here by the Europeans, but now applied to the descendants European born in America. En deze European born in America schreeuwen, hebben dus Black Lives Matter gedacht. Of ja, dan geboren in Hongarije. Maar die hebben dat dus bedacht. En wees gewoon op je hoede met wat je zegt. Doe gewoon alsjeblieft zelfonderzoek. En kijk anders gewoon een filmpje. Laat gewoon alsjeblieft een like achter. Want dat zou ik gewoon waarderen. En ja, tot op de volgende filmpje. Gaan we gewoon weer andere informatie bespreken. En ja, peace out.